Hallo, kijk zo niet op de. Ik ben Mark en ik ben vandaag weer met Rocket Boat en Dragon Slayer. De vorige aflevering ben ik hier gebleven en ik ben nu in ieder geval al level 39 met een behoorlijk aantal skills. Dus ik vind het eigenlijk behoorlijk goed gaan. Want zoals je ziet heb ik nu ja, alles 39, dus ik hoef eigenlijk al maar één leveltje nog echt gewoon level 40 te krijgen. En dan kan ik weer dus Element Armor. Behalve ik wil vandaag dus even met die, ja, wat is het eigenlijk, een soort van deur. Dus die wil ik eventjes open gaan doen, zodat ik daar eventjes wat meer mee kan kloten. Want volgens mij zit er ergens onder in de kist. Waarschijnlijk nog behoorlijk zeldzaam zou kunnen zijn. In de tussentijd, ik heb ook zo'n plague tasklist en ik heb nog wat meer van die treasure keys. Open ik ook eventjes. De Vine Tree, nou die mag ik gewoon banken. En we hebben een Medium Fallen Star. Gooi ik ook eventjes op Rage of zo. Oké, want hier zit een deur en die kan ik volgens mij nu openen. Ja. En hier zit het gelukkig. Oh ja, hier zitten natuurlijk ook een behoorlijk aantal van die cockroaches. Dus. Nou, wat, waarvoor ik hier kom is omdat hier een treasure chest zit. You open the chest to find a large pile of gold. Along with a pair of safety gloves and two in antique lamps. Also in the chest is the secret of the safety first emote. Hoppakee, dus ik heb nu 10.000 coins erbij. En nog twee antieke lampen. En safety gloves. Oké, die gloves die zet ik wel even aan. En de antieke lamp die doe ik wel eventjes op range. Zal ik dat doen? Auw. Ik doe die wel op range, ja. Handig om het ergens anders op te doen. Denk hoor. Welke skill kunnen we wel goed gebruiken? Ja, misschien range it. Want magic hebben we al behoorlijk hoog. Laten we gewoon range it doen. Level 11. En nog eentje oppleuren. Level 13. Hoppakee. Maar hier kunnen we dus ook nog gaan traden. Dat is ook wel handig om te dat doe ik waarschijnlijk. Behalve deze tasklist, daar wil ik waarschijnlijk vandaag even iets mee doen. Of, nou, het probleem is, volgens mij zit er ook wat, member skills, want ik kan niet in de Ardon Wall door komen. Nee, dat wordt het niet. Dus ik doe geen destroyen. Even kijken, wat zit hier ook alweer achter? Want hier zit nog een trail door. Als ik hier binnen kan. Oh, dan kom ik hier. Maar even kijken, want volgens mij, als ik het goed heb, is er nog ergens anders. Bij de Barbarian Village is er ook nog een heel soort puzzel gedeelte bij die Security of Stronghold. Zoiets. Misschien is het daar wel ook even handig om daar naartoe te gaan, want daar kun je ook nog wat krijgen. Wel, dan krijg je allemaal van die security dingen. Van dat je weer een deur moet openen, dit en dat, zus en zo. Hallo. Goedemorgen. Ja, zoals je ziet ben ik in ieder geval ook al even 46. Nou ja, ik ben er dus best wel fanatiek mee bezig geweest. Dus nu heb ik bijna alles level 40. Dat is ook wel goed is. Maar ik wil sowieso alles wel groen hebben voordat ik pas de Dragon Slayer quest ga regelen. Chill entrance. Daar is volgens mij ook nog iets, maar wat precies? I don't know. Scroll. Oké, dan gaan we hier even naar binnen. The Gate of War. Want uit ieder gedeelte zit ook een gebiedje. Bijvoorbeeld hier is de war ruimte. En dan zit er in het eindpunt een Gift of Peace. En hier is Crane of Plenty. En dat heeft dan met famine te maken. En hier met pestilence en met de hel. En hier dood en leven. Dat is wel heel simpel. Oké, ik zet gewoon even de marker neer, zodat ik precies weet welke kant ik op moet. Even kijken.
Wat is het handigste om te doen? Kant is handig om op te gaan, denk ik. Dus deze deur wil door. Ja, eerder was hier altijd van die vraag die je kreeg. In Old School RuneScape in ieder geval. Dat je dan voor je account security moest gaan helpen. Maar die hebben ze gelukkig uitgehaald. Oh, van die Minotaurussen. Level 52. Zo, dat is ook nog best wel goed. Veel tijd om een keer te trainen hier. We zien dat die zo hoog waren hier al. En zo dat ze beneden ergens veel sterker werden. Maar ja, dat zou op zich niet veel problemen moeten zorgen. The Gift of Peace. You must answer these three questions. Is it okay to buy a RuneScape account? Nee. Correct. Buying accounts is against the rules and you could lose the account at any time if the original owner takes it back. Is it safe to pay someone to level your account? Nee. Correct. What is the best security step you could take to keep your registered email secure? Useful RuneScape. Deze. The book hinges creak and appear to form audible words. You have been deemed worthy of this reward. You have also unlocked the flappy mode. 2000 monies heb ik erbij. Nou, dat is in ieder geval één. Yes and no, maybe dangerous. Making learning fun. Oké, welke kant is nu het beste om op te gaan? Ik denk deze kant. Ja, dat is waarschijnlijk wel de handigste manier. De rickety door. Er zijn ook zombies en alles. Je wou ook eerder ook best wel vaak treden. Gewoon omdat er hier verschillende hoeveelheden levels zijn. Hij dus ook behoorlijk goed mee op de weg kan. Op de flash crawlers en zo. Je bent level 50 en je gaat tegen van die 40 levels. Ja, dat is dan een giant red, maar oké. Okay. Dan is het nu deze kant op. Los zombie. Deze kant op. Hop. Oh. The Grain of Plenty. To claim our reward, you must answer these three questions. Ja. Zo. Eerder was dat dus altijd zo dat je dan altijd bij die tweede deur kreeg, maar nu is dat blijkbaar niet zo. Ook goed. What do you do if someone asks for your password or bank to make you a player moderator? Don't give them information and send an abuse report. What do you do if someone asks you for your password or bank pin to make you a member of for free? Deze. My friend asks me for my password so that he can do a difficult quest. Nee. Nope. Wheat chips in the sack. Saying audible words. Congratulations, Adventure. You have been deemed worthy of this reward. You have also unlocked the slap head emote. Ja, hier wou ik er wel vaak trainen. De box of hell. Oké, dan moet ik wel even kijken. Wat de handigste manier is. Waarschijnlijk gewoon rechts. Door deze deur. Er is maar één uitgang namelijk. Of één gang wat naar die ruimte. Dus we moeten dan deze deur door. Dan naar rechts. Dan naar links. En dan komt het goed.
Maar de kans dat mensen me gaan aanvallen, natuurlijk ook hoog. Ik zit van die giant spiders. Kat-ebelpot. Ik zeg altijd kattafels. Ja, dat als je dat letterlijk zo leest, dan is dat eigenlijk wel zo. Maar ja. Ik wou ook eerder wel eens vaak gaan trainen. Oké, nu moeten we deze kant op. Ook iemand met een reetje zit, dus klopt volgens mij. Oké, hier hebben we de bochtenveld. Het zou handig zijn als ik nog wel wat levens terugkrijg. Hop. De box of hell. The claimer what he was entity is crashed. Who can I give my password to? Nobody. Who is it okay to share my account with? Niemand. Can I leave my account logged in while I'm out of the room? Ja. If I'm going to be quick, zou ik zeggen. Ja, ligt er ook aan waar, in welke locaties je zit, hè? Ze vragen, of ze zeggen dan, ja, dan volgens, is er een kans dat je wat eerder aanvalt. Hoeveel refreshed en nieuw. Dankjewel voor het leven. Oké, nu dan de Cradle of Life. Oké, dan kan ik het beste hier omhoog gaan. Ja, dat is de meest makkelijke route. Portal of Dead. Die wil ik ook wel zo vaak trainen bij de Shades. Oké, dan kan ik hier helemaal naar boven. Hier heb je ook nog van die Ankus. En spookjes. Jezus, 125. Oh, jezus. Zo krijg ik ook nog fancy schoentjes. En hier heb je een wiegje. As your hand touches the cradle, you hear the voices of a million dead adventurers. What is an example of a good bankpin? Oh, ik drukte gewoon ergens op, terwijl dat hebben we niet al. We can find a cheat for Ruske. Nowhere. My friend uses this great add-on program he got from Shudai. No, it might be still my password. To these pair of boots. They will both protect your feet in exactly the same manner, however they look very different. You can always come back, get another pair if you lose them. Or even swap them for the other style. Like the firing ones. Congratulations, you have successfully navigated the stronghold of security and claimed your reward. You've unlocked the stomping mode. Yay! Hier heb ik ook nog deze patas. Top! Heb ik dat ook weer helemaal gedaan. Oké, behalve ik ga nu deze aflevering afsluiten. Ik hoop dat je het leuk vond. Geef een like, abonneer op mijn kanaal. En dan zie ik je volgende keer weer. Later!